Het is tijd om een Pokémon Might 2 Firelock te doen. Dit wordt best moeilijk, aangezien we voorlopig nog geen vuurpokémonnetjes kunnen vangen. Maar we gaan zien hoe ver we komen, boys and girls. Oh, ik weet hoe we hem gaan noemen. Het is echt fucking irritant dat dit geen QWERTY is. En noemen we natuurlijk Kees. Wat een mooie game. Nee, ik moet zeggen, ik blijf toch wel echt wel bij mijn mening dat dit ziet er op zich mooi uit. Alleen de Pokémon zijn echt lelijk in deze generatie. In dit trouwens ook. Kijk, die blokjes. Dat is toch dit is eigenlijk gewoon een stap terug van hoe Diamond, Pearl en zo eruit zag. Ja, tuurlijk wil ik graag een Pokémon. Tuurlijk wil ik graag een Pokédex. Voordat we de eerste gym gaan doen, weet ik in ieder geval zeker dat ik goed moet gaan trainen. Want, yo Simon. Frikandel Hawaii, dat doe je toch niet, Simon? Dan ben je toch echt een loser. Alles wat je Hawaii doet is slecht. Maar het is de bedoeling dat ik de hele game alleen maar met vuurpokémons ga doen. Een normale Nuzlocke is al lastig, laat staan een Firelock. Volgens mij doen ze normaal altijd 3 levens bij een Typelock. Omdat je maar heel weinig pokémons kan vangen. En een normale Nuzlocke kan ik al niet, dus misschien dat ik dat doe. Wil je een nickname geven? Ja, laten we maar een nickname geven. Het is een jongetje. Hoe zullen we hem noemen? Nou, Shiny Tapex zou zomaar kunnen. Hoe zullen we dit verkentje noemen? Oké, weet je wat? Ik ga hem na mensen in de chat noemen. Dus ik noem deze Muntbal en de volgende noem ik Simon. Ga gewoon aan de kant, jongen Kees. Nu kan ik dat zeggen, want hij heet ook Kees. Ja, laat me nou met rust, jongen. En ik weet al wat de volgende Pokémon wordt. Het is trouwens bij een Firelock ook zo. Voor de mensen die dit op YouTube terugkijken. Want ik ga er een soort samenvatting iets van maken, zeg maar. Voor de mensen die dit terugkijken. Je mag dus ook... wat wou ik nou zeggen? Ik ben het helemaal kwijt. Oh ja, je hoeft hem niet per se in één keer te vangen. Je mag gewoon elke Pokémon een keer gebruiken. Natuurlijk geen duplicates. Yo, de abonnement van Simon. Leuk dat je geabonneerd bent, Simon. Wat aardig van je. Goed, wat was ik aan het vertellen? Simon is een hele goede jongen dat hij in ieder geval geabonneerd is. Lekker bezig. En verder was mijn verhaal nog niet afgelopen. Oh ja, ja. Yeah. Je mag dus een Pokémon gewoon vangen. Je hoeft hem niet per se, mocht je de eerste battle per ongeluk killen, dan mag je gewoon opnieuw. Dat mag bij een Typelock. Dus dat maakt het ietsje makkelijker. En je mag natuurlijk geen duplicates. Dus als je eenmaal Tapic hebt, mag je niet nog een Tapic. Ik krijg nu Pokéballs van haar. 10 maar liefst. Vanaf deze game krijg je er meer dan 5. Dus dat is wel nice. Laten we er 5 kopen. We willen natuurlijk eigenlijk nog geen levens verliezen. Dus voor de eerste gym moeten we vooral veel trainen. Oeh, running shoes. Kijk, daar houden we van. Die zien we graag. Dus, mocht je dit op YouTube zien, kijk vooral de stream. Want dan noem ik een Pokémon naar je. Ja, dit is de laatste niet 3D game. Maar ik had het er net over, voordat jullie er waren. Dat ik deze game lelijker vind dan Diamond and Pearl. Qua aesthetic, zeker in battle. Dit ziet er op zich nog wel mooi uit. Alleen kijk hoeveel pixels. Dat heb je bij de games hiervoor helemaal niet. Maar dat is in game vind ik dat. Of in battle vind ik dat helemaal heftig. Hier, kijk dan. Die Glameow is gewoon helemaal weggevaagd. Ja, Heart Gold, Soul Silver en Diamond and Pearl zien er gewoon beter uit. Dus dat is een beetje mijn mening ook over deze game. Dat is ook waarom dit mijn minst favoriete generatie is. Maar ik heb nu wel heel veel zin om deze games weer eens te spelen. Omdat ik die dus zo weinig heb gespeeld. Dat ik gewoon heel veel gebieden gewoon niet meer weet. Dus dat is wel fijn om het weer even op te halen, zeg maar. Als we het een beetje overleven, tenminste. Kijk, dikke burn. Oh, het is echt super nice dat het nu niet regent. Anders zou het echt kut zijn.
En dan komt Alder van een berg afspringen. Ja, daar is die. Met een heel lekker liedje. Oh, ik zal wel even doordrukken. Nice. Ja, dat is wel pittig, ja. Amber, nog niet vergeten jouw naam. Alweer een burn. En straks als ik burn nodig heb, dan krijg ik zeker geen burn. Want zo werkt die shit. Paralyze heal. Ik kan mijn tweede Pokémon pas vangen voor de tweede gym. Dus dat is wel een beetje jammer. Moet ik eigenlijk heel eventjes mijn... Tapic healen en zo. Want ik moet nu tegen Oshawott en dat wordt echt kut. Want die Oshawott hoeft maar net een crit wateraanval te doen en dan ben ik genaaid. Oké, hij doet geen wateraanval. Dan heeft hij denk ik nog geen wateraanval. Of ik heb heel veel geluk dat hij geen wateraanval doet. Ja, maar ik ben ook level 8 en ik heb wel een vuuraanval. Dus vandaar dat ik wel verwacht had dat hij watergun zou hebben. Maar ik heb gewonnen en niks aan de hand. Ik heb een potion gekregen. Ik denk dat ik toch wel iets van level 15 of zo moet zijn voor de gymleader. Anders wordt het erg moeilijk. Ik weet namelijk dat hij heel veel status effects doet. Waardoor die waardoor zijn attack fucking hoog wordt. En als hij dan één hit doet, dan ben ik genaaid, zeg maar. Of hij doet defense omlaag. Dat kan ook nog. Deze bitch wil... Oh, nou dan niet, hè. Dan gaan we die pokeball wel pakken. Normaal zou ik die wel gehaald hebben, omdat ik Azumarill vet vind. Maar nu niet, want hij is niet van vuur. Oké, deze bitch. Oh, ik stond gisteren echt op het punt om een boosterbox te halen en die te gaan unpacken op stream. Maar ik vond het net even te duur. Ja, weet ik. Ik weet ook dat het goede content is, maar ik vond het echt duur. Als het niet zo duur was geweest, had ik het gedaan, maar... Ja. Yeah. En ik had hem in mijn mandje, hè, voor 110 euro. Ik dacht van, oké, laten we dit doen. En toen kwam nog de bezorgkosten van 40 euro erbij. Toen dacht ik, ja. Nou, Kees, loop door. Dank je. Ik weet dat hij een Pokémon heeft met Static. Hij heeft al, ik weet alleen niet welke. Ik denk niet dat Lillipup Static heeft. Oh, crit. Doei. Ah, deze Mareep heeft Static, ja. Van Emberham gewoon. Dan heb ik geen last van Static. Goed. Nou, deze Mavcase is ook weer verslagen. Dan ga ik even snel bij die twee gastjes healen. Dat ik eerst dus helemaal niet wist. Maar je kan dus bij deze gastjes hier, kan je healen. Dan hoef je niet helemaal terug naar het stadje te lopen. Dus dat scheelt wel. Ah, crit. Nice. Oh, ik haat het echt als ik straks tijdens de gymleader en geen crits en geen burns heb. Maar allemaal van tevoren. Oh, weer een crit. Dat bedoel ik. Weer drie crits achter elkaar. Oh. Normaal zou ik super blij zijn, maar... Ik heb die crits tegen de gymleader nodig straks. Frustration. Nou, die herdier is gered. Heel fijn. Dit duurt allemaal zo lang, hè. Nou, Alder. Wil je zeker dat we met je meekomen? Ongeveer tot en met de tweede gym weet ik wel ongeveer wat we moeten doen. Kijk, een gras-Pokémon, daar houden we van. Die Ember hebben we gewoon. Het. Niet dood? Wat is dit voor een... Oeh, ik ben genaaid. De grasaap is verbrand. No shit, Alder. Net alsof ik de types niet weet. Oké, dankjewel. Oh, hebben we die metal gast ook nog? Duurt ook weer lang.
Geef niks, Simon, ben ik ook niet. De metal dude is Gonzo. Ach, daar komt Alder weer. Hier moet je opletten, hè. Alder zit hier een verhaal tegen mij te houden. Loopt hij daar binnen? Hé, hey, wie hebben we daar? Daar hebben we Alder weer. Wel een leuk liedje. Oranberries, woep woep. Als je me die net niet kunnen geven en dit hele gesprek kunnen houden, dan was het allemaal niet nodig. Oeh, een oranberry geven aan mijn Tepic in de gym is misschien wel een heel goed idee. Ik heb best wel een beast PC, ja. Het heeft ook wel wat mogen kosten, maar het doet het goed. Het is wel fijn, want ik kan alle nieuwste games ook gewoon op deze PC spelen, zeg maar. Dus ook alle games die niet voor de Switch komen bijvoorbeeld, kan ik ook gewoon allemaal op de PC spelen. Ja, precies. En het gaat er mij ook meer om dat alles wat ik wil doen, dat ik dat kan doen en dan is het goed, zeg maar. Ik ben geïdentificeerd door de Lilypup, oh jee. Kijk, dit doet die gymleader dus ook, dat is fucking irritant. Dit is trouwens wat ik bedoelde met crits, zo net. Nog geen crit gehad, nog geen burn gehad. En dat is zometeen bij de gym leader wel essentieel. Dus misschien dat ik nog heel even in het gras ga trainen tot ik level 15 ben. Oké, laten we even healen. En eigenlijk heel eventjes voor de zekerheid toch heel eventjes die level, dat leveltje aantikken. Aan 15 XP heb ik niet zoveel. Dus ik hoop dat ik hier wat meer XP kan fixen. Is ook trouwens gewoon level 4. Daar heb ik niks aan deze experience. Kijken of hier hogere levels zitten. En anders moeten we toch maar gewoon gaan proberen tegen de gymleader hoor. Even in deze penis in het gras vechten. Dit is level... ook level 4. Wat moet ik hiermee jongens? Oké, wat we gaan doen is we pakken even een oranberry. Die geven we aan Tepic. Aan Munty, dit heb ik. Papa, dit wordt echt spannend. Ik moet even een clutch burn of een clutch crit hebben. Wat is dit, jongens? Die praat tegen mij? Tegen mij? Losmaken en dan lucht. Ah, oh, die work-up. Oh, dat is zo fucked up. Kom op, crit hem alsjeblieft. Anders wordt het echt een probleem. Dat is met die Lilypup die hierna komt ook. Kom op, crit. Geen crit. Oh, hij tackled. Oeh. Ah, dit valt nog mee. Ah, hij potioned. Oké, okay, nu pakt hij mijn oor aan. Oké, okay. Alles weinig, maar ja. Kom op, een burn of een crit. Oh, hij worked hem nog een keer. Dit wordt zo kut. Als je hij crit, nou ben ik dood. Maar ik ben wel... hoezo is hij opeens sneller? What the fuck? Kom op, crit alsjeblieft. Oh, en ook geen burn. Oh, wacht, we pakken de fresh water. Ik ben sneller. Fiverr, mooie site voor als je lamp met de mensen uit India Nederlandse tongbrekers laat vertellen. En die volgende ochtend kijkt en mail denkt, wat fuck heb ik besteld? Ja. Flame charge, nice. Oké. Okay. Ik ben zo blij dat we hebben gewonnen, jongens. We hebben de eerste gym badge. Hoe heet deze badge? Het stokje badge. Pling. De basic badge. Oké, die moet ik heel even opzoeken. Ja, joh, laat me met rust. We hebben de eerste gym verslagen. Ik ben gewoon blij.